Ja, schitterend. Het balanceert als de hel. Ik hou van kleur. Ik vind het wel heel mooi. Schitterend. En die kleur vind ik mooi. Ik vind het echt... Het spreekt me zeer aan. Enthousiast en blij zijn de bezoekers van de openluchtexpositie Art Zuid in Amsterdam. Blij dat het beeld Balanciando con mis cosas, de balancerende vrouw van Carlos Blaker uit Curaçao, na weken eindelijk op zijn sokkel staat. En Carlos zelf? Ja en nee. Ik moet zeggen, ik heb heel erg genoten van het feit dat het beeld er niet was. En er eigenlijk veel meer aandacht is gekomen voor het beeld. Want mensen gingen op de sokkel staan. Mensen gingen op de sokkel staan. Er ontstond een heel nieuw soort concept die ik volgende keer wil gebruiken. Ik kan eigenlijk beter wegblijven. Ja. Ja. Want wat was er aan de hand? Terwijl de beeldenroute al vol stond met werk van andere kunstenaars, stond het beeld van Carlos nog op de haven in Rotterdam. Voer voor de media. Beeld wegens drugscontrole vast, kopten de kranten. Voor zover bekend is er niets gevonden. Intussen gebeurden er veel spannende dingen op de lege plek. Ik heb mensen meegemaakt die probeerden erop te klimmen en ontdekten dat hun spieren of botten eigenlijk al een paar jaar niet gebruikt waren. Dus dat heeft hele hilarische beelden opgeleverd. En op Instagram begonnen mensen foto's te versturen van die lege sokkel. Ik moet zeggen, ik vond het een waanzinnig interactief gebeuren die ontstond. Omdat het beeld er niet was en nu het beeld er staat, ik vond het eigenlijk leuker toen het beeld er niet was. Inmiddels staat het beeld er dus, Balanciando con mis cosas, de balancerende vrouw. In het Caribisch gebied en zeker in Otterwande waar ik woon, het is een matriarchale samenleving daar, buurt, zoals heel veel van het Caribisch gebied. En alleenstaande moeders die moeten balanceren met hun dingen, om het zo te noemen. En dat zien we ook in deze vrouw, die, wat heeft ze op haar hoofd? Ze heeft een paar rotsblokken op de hoofd waar ze aan het balanceren is. De fascinatie die ik heb voor die buurt en voor het Caribisch gebied, wil ik daarmee uitbeelden. Ik vind het heel mooi. Het gaat over balanceren. Het balanceert als de hel, zei ik, ja. Wat bedoelt u daarmee, balanceert als de hel? Nou, dat je er bijna niet rustig naar kan kijken. Omdat je denkt, wat een evenwicht. Als dat maar goed gaat. Daardoor begint het te leven. Al heeft die vrouw een beetje een levenloze kop. Maar het geheel is een gestolde beweging, zou ik maar zeggen. Balanceer van alle zorgen die je hebt in je leven. En dan moet je een balans in vinden. Zoiets haal ik eruit. Komt het over, hier zo, in deze chique wijk? Amsterdam-Zuid? Ja, maar weet je, chic is alleen maar een façade. We all have our shit. Koning, keizer, admiraal, we moeten allemaal poepen. Ja, last heeft iedereen, maar hoe meer je in de buurt van Nederland komt te wonen, hoe groter je lasten zijn. Want jullie hebben daar de warmte gratis en wij moeten van het gas af. Ik kan niet wachten tot ik weer lekker thuis ben in mijn eigen omgeving om gewoon met mijn korte broek aan rond te lopen en mijn ding te doen. Ja, we gaan weg. Maar voordat hij echt vertrekt, nog een saillant detail. Eigenlijk wou Carlos een ander beeld laten zien. Een zwarte vrouw, ook met een zware last op het hoofd. In haar linkerhand houdt ze een bokser die niet meer piepjong is. En in haar rechterhand ondersteunt ze haar rechterborst. Ik wou een stukje echt Caribische achter de grote straat leven uitbeelden. Wat was het probleem dan? I don't know. Te rauw is de enige reactie van de organisatie. Hoe dan ook, Carlos zit er niet mee. Hij houdt wel van verrassingen. Ik vind het heerlijk als er iets misgaat. Omdat ik kan dan ga ik razendsnel nieuwe mogelijkheden verzinnen. Dat maakt het leven mooi als je zo kan kijken, vind ik.